In deze video gaan we u laten zien hoe je een wolflauwenzak moet omruilen. Eerst gooien we het water uit het schilderij. Daarna zetten we hem rechtop en maken we de bovenkant van de waterbak open. Daar ziet u dat het zakje hangt hier met haakjes in de bak. Die haken we los. De zak valt automatisch onder in de waterbak. We leggen het frame plat, trekken uit één hoek de zak uit het frame, daarna de andere kant. En dan ziet u hoe makkelijk u de zak uit het schilderij kunt tillen. Daar ligt een nieuwe zak. We draaien het schilderij om. Het lontje ver van u af. Dan drukken we eerst één hoek erin, daarna de andere. We drukken de uiterste twee punten in het schilderij. Draaien het schilderij om. Daarna drukken we het lontje in de waterbak. We zetten het schilderij rechtop. We tillen de zak op en hangen de haakjes weer in de twee bestemde gaatjes. Daarna drukken we de uiterste puntjes van de zak een beetje in de bak. We maken het klepje weer dicht. En u heeft weer een nieuwe wolflauwer.